Eind 2022 waren we op bezoek in de vuursteenmijn in het Savelsbos bij Rijckholt. Daar spraken we met Wil Schins, die ons meenam de mijn in en ons de werkzaamheden liet zien die er hebben plaatsgevonden. Jij komt hier uit een donker gat. Waar zijn we hier? Nou, we zijn hier bij de prehistorische vuursteenmijnen. Dat zijn mijnen die zijn 6000 jaar geleden aangelegd door de mensen van toen. En wat hebben die gedaan? Die hebben ongeveer 3000 schachten gemaakt van ongeveer een meter doorsnede. Ze zijn toen horizontale galerijen gaan maken en daar hebben ze vuursteen uitgehaald. En waarom hebben ze dat gedaan? Ik heb het hier toevallig bij me. Omdat ze daar mooie werktuigen van konden maken. En toen was er niks anders dan vuursteen. En dat hebben ze dus natuurlijk ook gebruikt. En ze hebben ook die vuursteen gebruikt om ingesteeld op die manier de mergel weg te halen hier. Want daar gaat het over, de mergel met een vuursteenlaag en dan valt de vuursteen er zo uit. Je hebt nog een helm op. Wordt hier nog gewerkt? Ja, dat heb je goed gezien. Ja, we zijn hier heel hard aan het werk. We hebben eigenlijk twee projecten. Het eerste project is vanwege het feit dat een stukje van de vuursteenmijnen erg instabiel was geworden. Ik wil niet zeggen op instorten stond, maar we moesten wel iets gaan doen. Dat betekent dat er een gigantische investering is geweest in het weghalen van de gevaarlijke stukken aan weerszijden van de bezoekersgang die hier gemaakt is in 1964 tot 1972 om mensen te kunnen rondleiden. En het tweede project waar we mee bezig zijn, maar daar zijn we pas mee begonnen, dat is om de presentatie beter te maken. Mensen willen andere dingen zien tegenwoordig, dat moet een beetje flitsen dan dat we dat tot nu toe gedaan hebben. Dus met nieuwe lampjes, nieuwe plekjes die we aan gaan lichten, vitrines erin en dat soort dingen. En wanneer kunnen we dit allemaal gaan bekijken? De bedoeling is dat dat in april volgend jaar allemaal klaar is en dat het dan officieel wordt geopend. En in de tussentijdse tijd is het gesloten of is het nog open? Nee, helaas niet. We hebben ook te maken met onze vriendjes de vleermuizen. En van 1 oktober tot 1 april mogen wij niet echt in die mijn komen, omdat we hun leefgebied natuurlijk niet mogen verstoren. Van oorsprong hebben we te maken met een hele lange bezoekersgang. Die is ongeveer 150 meter lang. En wat je kon doen was kijken aan de zijkanten van die gang door de spijltjes heen, om te kijken naar het prehistorische mijngebied. Maar zoals ik al gezegd heb, doordat we hebben moeten ingrijpen in de stabiliteit, hebben we nu een viertal hele mooie nieuwe gangen kunnen maken. Maar dit is natuurlijk wel de manier om heel erg dicht als bezoeker in die galerijen te komen waar je normaal dus niet in mag. Hier aan de rechterkant zien we ook zo'n mooi venster waar je nog goed kunt zien hoe de oorspronkelijke werkgroep voor prehistorische vuursteenmijnbouw gewerkt heeft. Met stalen stutten eronder. En moest kijken hoe brokkelig het hier is en hoe je een fantastisch beeld krijgt van hoe die prehistorische mijnwerkers 6000 jaar geleden, zeg maar, hebben moeten werken. Diep onder de grond, tot wel 12 meter diep hier, om die vuursteen eruit te halen. Dat is toch een ongelofelijke prestatie waar we iedere keer weer van staan te kijken. Nou, en hier zie je die mooie blauw-zwarte laag. Dat is de vuursteen. Als de prehistorische mensen een schacht hadden gemaakt en ze hadden beneden in de galerijen alle vuursteen weggehaald die exploiteerbaar was, dan maakten ze daarnaast een nieuwe schacht. En gooiden het materiaal dat ze daar uithaalden, gooiden ze omgekeerd, zeg maar, in de lege schacht. En dat is wat je hier ziet. Dat kunnen we de mensen nu een keer laten zien. Dus de onderkant is klei, is grind van de Maas. En daarboven liggen stukken mergel met vuursteen. Haalden ze de mergel hier aan de onderkant weg. Oh. En dan viel de vuursteen eruit. Ja. Dit zijn de stutten die gemaakt zijn door de archeologen. Hè. Dit is een echt mooi origineel stuk wat de opgravers hebben gemaakt, de archeologen. Dat hebben we per ongeluk gevonden. Gelijk van de bezoekersgang, ja. Zo moet ik het zeggen. Het moeilijk was om verder te komen. Dus dit is echt een soort, ja, bypass om toch verder te kunnen opgraven. En die laten we zo even staan om de mensen dat goed uit te leggen. En wat is boven? Het huis. Dat is een huisje in het bos. En dat zie je daar, met een dakje erop. Ja. Vuursteen zit in lagen, dus dit is een slechte laag. En de mensen zijn gegaan tot die ene laag. Daar achter zie je hem heel mooi. Ja, ja.
Ja. Dan zie je hem heel mooi zitten daar, hè? Ja, dat blauwe spul. Nou ja, en als je vraagt wie heeft dat allemaal gemaakt, die stabilisatie, verbetering, dat is echt ook iets van de Stichting Ingenieur DC van Schaik, die dat heeft op zich genomen. En het Rijksdienst voor Culturele Erfgoed is hier heel erg bij betrokken, maar natuurlijk ook Staatsbosbeheer, de eigenaar van de mijn. En de renovatie, de presentatie moet ik beter zeggen, dus om het beter voor het publiek zichtbaar te maken, de belevingswaarde te verhogen, daar zijn heel veel vrijwilligers bij betrokken, ook van die Stichting Ingenieur DC van Schaik. Wel 18 personen die hier met grote ziel en zaligheid nog steeds aan het werk zijn. En dat is eigenlijk een soort voortzetting van de werkgroep van 64 tot 72, die hier ook hun hele leven bijna hebben gegeven om dit mooie monument hier open te maken. Wat kan ik voor je betekenen? Ik krijg een melding dat ik problemen heb met de motor. Mm-hmm. En er begon een lampje te branden, dus het leek me slim hierheen te komen. Dat is zeker. We zullen er eens even naar kijken. En? Ik denk dat we de auto even moeten uitlezen. Ik ga even mijn collega erbij halen, want ik heb mijn bril op kantoor laten lezen. Liggen. Moes! Yo! Ik moet even die auto van die mevrouw uitlezen, als je wil. Kun je dat niet zelf even doen? Help me nog even, man. Oh, oké, ik snap het. Kom dan, dan moet gewoon even staan. Dus, vanuit hier kan je merken dat de dynamo van de auto niet werkt. Ja? Ja, dan moet er gewoon een nieuwe dynamo in, simpel zat. Dat dus. Hij zal het nou alweer mee doen. Fantastisch. Ja. Loop je even mee naar de balie? Dan maak het even klaar. Dan mag je deze even doornemen en daarna mag je daar tekenen. Kunt u mij dat misschien uitleggen? Ik heb best veel moeite met lezen. Schaam je niet. Bel 0800 0234 De drie gemeenten langs de vuurmalige buslijn 50 werken nauw samen. Niet alleen omdat dat functioneel is, maar volgens de gemeentebesturen ook omdat de burgers een emotionele band hebben. Omdat ze een gezamenlijk DNA zouden hebben. Maar wat weten die bewoners van die drie afzonderlijke gemeentes nu eigenlijk van elkaar? Vernamen de proef op de som in de drie grote kernen die verbonden waren door de huidige lijn 350. Eerst de Mergrote maakt deel uit van de lijn 50 gemeentes. Hè? Welke zijn die andere twee gemeentes? Welke is Gulp en Voorts. Hey, ze Mergrote, hè? En u alles bij. Ik heb dat in het gitteren, te van het. Wij nog. Dat weet ik niet. Geen idee. Gulp, Wittem en Vols. Oké. Okay. Wie heerst de burgemeester van Gulpen Wittem? Gaalmakers. Gaalmakers. Weet ik op dit moment nog niet. Geen idee. Nicola Raamakers.
Wie is de burgemeester van Vols? Wie hoeft ze ook wel? Van Loo. Weet ik niet. Weet ik ook niet. Ook geen idee. Recht van Loo. Wat is de Groensveller Klumpke? Appel. Een appel. Weet ik ook niet. Een snoepje? Een appel. Okay. Welk dorp werd sinds 2004 het Wiendorp genoemd? Waalwieler. 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 Schitteren. Dorp. Schitteren. Nee? Waalwieler. Wie is de carnavalsvereniging van Gulpen? Garekiekeren. De Garekiekers. Ik vat me nu niet in, ik ben geen carnavalist. Dat zou moedig weten, maar dat weet ik niet. In welke plaats start en finish de wedstrijd Volta Limburg Classic voorheen de helft van het Mergeland? Oeh, dat weet ik. In Eze. Eze. Ik meen Eze. Heerlijk. Eze. In welke twee plaatsen liggen broerieën? Wilder en Wilder en Valkenberg en Gulpen. Wilder en Valkenberg. Ja, Valkenberg is niet meer. Wilder, Brands. Gulpen en Wilder. En Gulpen en Wilder. Wij woont in het complex Katzensprong in Vols. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Geen idee. Duitse studenten. Welk dorp is bekend om zich vullen bronnen? Nee, weet ik wel niet. Noorbeek. Nee. Eze? Iepen. Wie heeft de beroemde bas-bariton uit Vols, die internationaal furoren maakte in diverse grote operas? Wie hoort ze nog wel? Nee. Lambert, ja. John? Of John, Bruegeler. Bruegeler. John Bruegeler. Ik hoor hem zo zeggen, maar ik kom niet op de naam. John? Bruegeler. Ja. In welk dorp werd de heilige Genoveva vereerd? Genoveva, dat heb ik geweten, maar ik weet. Ben ik kijken. Ik weet het niet. Waalwieler, nee. Ben ik kwijt, Genoveva, ja. Ze hebben de taanping, hè. Weet ik niet. Meer? In Holzet. Oké, dat is de dorp. Welk dorpje bekend als bergdorpje? Ville. Holzet. Schlannig. Gulpen? Ville.